Komen we uit bij de headlines van deze week en zien we dat er koersdruk ontstaat bij de SP 500 en dat de economie in de VS een eerste teken van zwakte laat zien. De Nasdaq, daar, verwang, daar verwachten we van dat de steun op korte termijn ja, getest gaat worden. En hangen op de steun is over het algemeen geen goed voorteken. De rente die gaat in de VS opnieuw lager de dalende trend daar zet door. Europa is in afwachting van de uitslag van de Europese verkiezingen. Bij de DAX wachten we eveneens, maar dan op een nieuwe impuls. En bij de AEX zien we een zijwaartse actie die we verwachten, die is ingezet. En de druk op de bodem die kan later toe gaan nemen. De rente in Europa, en dan met name bij de boens, die cirkelt rondom de nul. De emerging markets blijven kwetsbaar. En zeker als de handelsconflicten en de toestanden daaromtrend gaan toenemen. Dan de euro die kon herstellen door met name wat zwakkere cijfers over de economie in de VS. Goud probeerde opnieuw een poging om los te komen van de dalende tendens. De olieprijs, ja, daar zagen we een soort van vrije val. En één keer brak de steun en dat leverde een uh, flinke daling op. We hebben voor u de top 15 watchlist AEX-aandelen. In de analyse een item over de economische cijfers van de VS en nog een aantal items. Die niet hier op dat lijstje staan. Vraag van de abonnee gaat onder andere over Tesla. Levert dat nog een short kans op? En dus gaan we maar eens kijken naar Tesla. En ook naar de healthcare sector. En Medtronic. Een bedrijf dat ook in het mooie Limburgse landschap een vestiging heeft. Een zeer bijzonder bedrijf. wat het al jarenlang heel erg goed doet. En die hadden deze week cijfers. En dan Apple. Hoe staat het daarmee? En dan de technisch interessante patroon. Oftewel de tip van de week. American Airlines een dalende driehoek en bij de euro zagen we een hammer, een soort climax. Trade van de week, de AEX trade die wij aan het einde van de week uh, communiceerden, daarover zo direct wat meer en op de agenda staat nog steeds om de trading tweedaagse. Headlines van vorige week, ja toen was er ook al twijfel over de toekomst van de trade deal en we dachten dat die verder zou toenemen en dat is ook inderdaad gebeurd, die twijfel is niet weg. En ja, dan is de vraag: hoe gaat dit spelletje aflopen met meneer Trump?